8 jaar alweer op YouTube. Time flies. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering hebben we ook alweer gedaan. Oh ja, 4 baas verslagen en zijn we bij de veiling hier geweest in Treno. Ik ben offscreen weer eventjes bezig geweest met de kick request om die op 99 te krijgen. Want daar krijgen we nou niks meer voor als we op 99 zouden komen. En ik ben hier expres even weer teruggegaan naar Treno. Aangezien dat er iets is wat wij namelijk nodig hebben. Geef me even een seconde. Geluid was een beetje laag, zag ik. Dus ik heb het gelijk even aangepast. Maar goed, de reden waarom dat we hier komen is... We gaan namelijk voor die vrouw die je net zag in het begin van de video. Die verzamelt Stalazio-zut coins. Daar hebben we er al 2 van gevonden. We hebben er al een paar in onze inventory. Maar we willen ze allemaal. Want ja, we willen natuurlijk wel zien wat we ervoor krijgen. Hè, als we ze allemaal gaan verzamelen. Dus nou had ik gelezen... Want ik heb een beetje research gedaan, want deze die heb ik niet eigenlijk zelf helemaal 100% gediscovered. Ik had er elke keer maar 10 of zo. Dus, nou heb ik hier alle locaties, zeg maar, daarvan zitten te zoeken van waar dat ze allemaal zouden zitten. En er zou er dus ook eentje hier moeten zitten ergens. Want dit is de item shop, of die hebben we toevallig al. Zit hij hier? Oh. Daar zit hij, dat is de Taurus. En als je kunt zien, het zijn de 12 en ze zijn allemaal, zeg maar, vernoemd naar sterrenbeelden. Nou, na deze sidequest beloof ik jullie 100%, wij gaan naar Shimmering Island. Dus dan weten jullie, dat is de laatste sidequest die we nog kunnen tackelen voordat we naar Shimmering Island gaan. Zoals ik al zei, ga je naar Shimmering Island, gaat er heel veel dicht. Dus vandaar dat je het nu wil doen. Dus ik ga naar de volgende locatie en ik zie jullie in een seconde. Oké, terug in de stad van Dali. Als we daar nou naartoe komen, dan kunnen we, weten jullie nog, die windmolen die ons blokkeerde tot we daar zeg maar niet doorheen konden komen. En als het goed is, is die windmolen nou gestopt en kunnen we dus daar wel naar boven toe. Plus, hier zou nog zo'n dinges zitten. Dus, als ik hem niet vergis. Of we hebben hem al gepakt, kan natuurlijk ook. Oh. Dus. Oh, het is compleet afgesloten, wat flauw. Even kijken, wat zit hier? Ja, daar hebben we hem, de Aries. Dat is eigenlijk ook weer zo'n Stalazio-dinges-coin die we dus al hebben. Ik heb gekeken, we hebben er al 2 ingeleverd. Ik weet niet meer precies welke 2 dat het zijn. Maar goed, nou dat er, zeg maar, de windmolen stilstaat, kunnen we hier dus de Kakusha... Waar is daar? Hadden we die niet alleen? Ja, die hadden we al. Oké, nou ja, dat is dus een manier om hem te krijgen. En dan kunnen we dus ook bij dit kistje komen, omdat nou al die dingen en gratis elixir altijd handig. Nou, dit kan dus alleen maar op het moment dat de windmolen stilstaan. En ik weet niet precies vanaf welk moment dat ze stilstaan. Ik kom er altijd pas heel eventjes in de stream, omdat 9 van de 10 keer gewoon die Stalazio coin daar vergeet. Dus, hi. 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 Ik moet concentreren, ik moet nog steeds weg. Oké, hi. Dus. Ik zie jullie bij de volgende locatie. Nou weet ik niet zeker of wij diegene ook in Bemusia te pakken hebben gekregen. Want er zit er namelijk ook eentje achter in Bemusia. Mocht we hem al te pakken hebben gekregen, dan zal dit er natuurlijk niet liggen. Maar die ligt hier namelijk, het is hier nog steeds zo treurig als maar zijn kan. Maar die zou hier achter moeten liggen. En daar ligt hij ook. En voor de mensen, voordat ze zich denken van, hé, dit is beledigend. Nee, dit is het sterrenbeeld. Dus niet de ziekte, maar het sterrenbeeld. Je schrijft het allebei hetzelfde, maar het is echt een sterrenbeeld. Volgende locatie. Oké, de volgende locatie is nog eventjes terug naar Alexandria. Ik snap niet waarom ik deze al niet eerder heb opgepakt. Gelukkig kunnen we er wel naartoe en is het niet, zeg maar, van tot je niet een, de ring kan op het moment dat je dus, zeg maar, zo, wat een schade hier zeg. Je kunt er gewoon naartoe, laten we het daar even op houden. Dus, want wij moeten richting het kasteel. Echt al die puin, het doet zo pijn om dit te zien. Nou, we zijn in ieder geval snel aan het repareren. We willen dus, zeg maar, richting het kasteel. En in plaats van naar het kasteel toe te gaan, willen we gelijk links afslaan omdat daar een toren zit. Waar dat we dus, zeg maar, de volgende Stalazio piece kunnen vinden. De reden is, je krijgt een leuke reward voor. Dus daarom doen we die sidequest. Nou, row, row, row your boat gently down the stream. Oké, sorry. Moest gewoon heel eventjes. Nou, zoals je ziet, het kasteel is helemaal in puin. Maar we kunnen hier gewoon gelukkig nog naar binnen. Oh, het zou echt vervelend zijn als we dit dus niet meer zouden kunnen doen. En als we hier te praten, dus... Ja, dat moet op... Ja, dat moet je gewoon opruimen.
Nou, dan heb je hier dus zeg maar een soort van dingen staan van Neptunus. En als ik me niet vergis, staat hier achter. Of. Staat hij hier dan? Nee, ik wil. Leo vinden. Dank je. Daar zit hij, in de hoek. Oké, nou, dus Leo hebben we nou ook gevonden. Even kijken hoeveel dat we er al hebben. Twee hadden we er al. Even kijken. Die staan allemaal hier. 1, 2, 3. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 2 is 10. Want we hebben er al twee gevonden. Dus dan zijn er nog twee te vinden. Waarvan eentje we niet kunnen vinden. Dus moet ik er nog eentje kunnen vinden. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, nou geloof ik dat de laatste die wij nou zoeken in Limblum is. Ik weet het niet zeker. Dat is het probleem. Want ik heb er al twee gegeven. En ik weet niet meer precies welke twee dat ik heb gegeven. Dus als we naar Limblum toe gaan, dan moeten wij naar de Business District zijn. En als ik me niet vergis, dan zit hij daar bij die augurkenverkoper. Dus bij Shitpickle. Moest heel eventjes die reference maken, jongens. Mijn excuses, sorry. Ik moest heel eventjes die reference maken naar de enkele videogame. Goed. Nou, hoop ik dat hij daar zit, want dan kunnen we namelijk al die coins inleveren. En dan kunnen we dus eindelijk naar Shimmering Island, waar we al heel lang op zitten te wachten. Dus, ja. Nou, zoals ik al in het begin van de video zei, 8 jaar YouTube. It's a long run. En ja, ik heb helaas niet echt een special. Er komt een update video vandaag ook nog aan. Dus dan ga ik de een en andere vraag aan jullie voor toch een leuke video die ik nou als idee heb. Dus daar ga ik niet te veel over. Want vele mensen die, ja, missen deze informatie, laat ik het zo zeggen. Dus ja, vandaar dat ik dus zo eigenlijk het een beetje van plan ben. Oké, daar zat hij. Is dat hier achter in de hoek ergens? Of ik heb deze al. Ik heb me nou niet verteld dat ik hem al heb. Sagittarius! Nee, we hadden hem nog niet. Oké, gelukkig. Dus we zijn niet helemaal voor niks hier naartoe gekomen. Nou. Op het moment dat we ze allemaal hebben. Even kijken, we hadden er al twee ingeleverd. En dan moeten we er nou dus zeg maar hier. Even kijken, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dus dan hebben we er. Hé? Dat kan niet. Nee, wacht, hier klopt iets niet. Even kijken, 1. Even kijken, 2, 4, 6, 8. Plus 1 is 9. Ik wou wel zeggen. Oké, we hebben er 9. Plus die 2 is 11. Plus eentje die we nog niet kunnen pakken is 12. Plus eentje, die komt pas als we alles verzameld hebben. Is, ja, oké. Nee, we lopen goed op schema. Mijn excuses. Dus, maar goed, er komt dus nog een update video vandaag. Tenminste, dat probeer ik voor elkaar te krijgen. Sowieso jullie allemaal te bedanken voor jullie geweldige support. En er komt nog een andere update video waarin weer green screen effecten gaan gebruikt worden en alles. En dat heeft te maken met de aankomende evenementen waar ik dus zeg maar weer in oktober aanwezig zal zijn. Dus ja, dat is wel iets om naar uit te kijken. Nou, goed. We hebben nou dat ding gevonden, dus nu lopen we weer terug naar het schip en dan gaan we weer terug naar Treno. Dus om het eventjes een beetje sneller te laten lopen, ik zie jullie in Treno. Oké, dan zijn we hier eindelijk aangekomen met, ja, in Treno. En ik weet niet waarom dat ik elke keer naar een knip oké roep. Ik bedoel, juist. Dat is dan nergens op. Goed, we moeten hier naar beneden toe, geloof ik. Dan naar boven toe. Treno is nogal een beetje een verwarrende plaats, als je het mij vraagt. Maar wat we willen doen is, we willen dus al die coins die we nou hebben. We hadden er al twee ingeleverd. En, eentje hadden we dan gevonden bij Black Mage Village. En de andere hadden we gevonden op Vivi's woonplaats. Dus je wil zeg maar met die rare Queen Stella praten. En die vraagt dan Aquarius. En dan geven we die. En dan is hij heel erg blij. En dan komt dat muntje in één kooi. Want ja, muntjes zijn vogels en kunnen wegvliegen. Ik snap er helemaal niks van. Maar dan is ze dus zeg maar blij. Krijgen we een reward. Pakket 2000 gil. Nou krijgen we dus constant een reward. Hier is Capricorn. We krijgen constant een reward. Nou, het is dus zeg maar item, geld, item, geld, item, geld. Dus nou krijgen we de bladsoort, maar die hadden we al, dus dat is nog wel een beetje zinloos. Als ik me niet vergis, krijgen we nou 3000 gil. Zou wel fijn zijn. 5000 gil, oké, ik heb niks gezegd. Nou, oké, de Virgo, wat krijgen we daarvoor? Bladsoort was een zwaard voor Leroy, by the way, voor dat ik het vergeten te zeggen. Wat krijgen we nou? Een elixir. Oké. Vooruit dan. Elixir vind ik niet echt zoveel waard vergeleken met andere dingen, maar goed. 10.000 gil! Oh, dat is wel heel erg nice.
Oké. Hebben we nou een goed item? Black Belt. Volgens mij is hij wel decent, maar volgens mij hadden we die al. Ja, de Gemini, die hebben we hier in Traino zelf gevonden. Ik vind het wel grappig dat je gewoon twee van die dingen in Traino zelf kan vinden. En al die muntjes die overal spartelen. 20.000, Jill! Zo! Ja, dit is echt heel erg rewarding. Dit wil je eigenlijk wel doen. Dus ja, eigenlijk normaal gesproken wil je ze oppakken als je er dus zeg maar langs loopt. Maar ik ben het totaal vergeten. Rosetta Ring, nou daar word je ondertussen mee doodgegooid. Want dat is ondertussen de... hetgene wat ze bij elke sidequest ondertussen geven. Oké, dan krijgen we weer manies. 30.000, oh mijn god. Oké, nou als het goed is hebben we er nou 11 gegeven, ja. Dus er zijn er nog twee in het spel. Eentje die kunnen we pas weer laten vinden. En de laatste komt pas als we die 12 er gevonden hebben. Dus dat zal pas na Shimmering Island zijn. Er is geen mogelijkheid om die eerder te krijgen. Dus zorg ervoor dat je nou op 11 zit. Aangezien dat er een heleboel wordt geblokt op het moment dat jij terugkomt van Shimmering Island. Plus we hebben ook nog een paar Chocobo treasures te vinden. Maar dat is ook pas op het moment dat we dus zeg maar... Shimmering Island hebben gedaan. Dus ik had weer een heleboel open op het moment dat we Shimmering Island hebben gedaan. Maar Shimmering Island is een behoorlijke chunk van storyline. Eigenlijk bijna het laatste gebied van de storyline, omdat daarna de grand finale opent. Dus we moeten wel vooruit kijken. Goed, nou is er nog één kleine... Oh, verdorie, zelfde player. Ga nou zo gewoon naar de Shimmering Island toe. Nee, ik wil nog heel eventjes naar de Guryo. Ik heb namelijk nog gekeken. Wij hebben de Fairy Earrings. En nou konden wij daar namelijk de Angel Earrings krachten. En ik heb heel mijn inventory afgezocht en wij hebben niet de Angel Earrings. Dus die wil ik toen nog heel eventjes snel oppakken. We hebben nou geld genoeg, dus dat, geld is geen issue. Maar ja, de... sorry, ik was het helemaal vergeten. Alsjeblieft, het spijt me. Vergeef het me alsjeblieft, sorry, ik doe mijn best. Het is een RPG. Er zit veel storyline in. Er zitten veel saai quests in. Het spijt me. Er zitten veel random encounters in. Er zit veel... Ik ben terug. Ach, afijn. Kijk naar de positieve kant. Het is niet dat deze Let's Play 100 afleveringen gaat worden. Al moet ik zeggen dat we al op aflevering 65 zitten op dit moment. Wat eigenlijk best wel snel gaat. 65 afleveringen alweer. Oh, voor de mensen die trouwens wou weten. Hier zit ook zo'n Stellazia coin. Die hebben we de vorige keer al opgepakt. Dus hou daar wel rekening mee. Goed. Wij wilden dus heel eventjes naar die shop. Waar is die gast die over rank zit te zeuren? Die is er nou niet, hè? Nou durft hij niet meer, hè? Nou is de mietje, hè? Nou durft hij niet meer te zeggen van... Oh, wat ben jij een loser? Nee, ik wil niet eens even. Ik wil eigenlijk... Oh, je hebt geen... Ik heb geen mail. Oké. Okay. Nou ben ik één ding vergeten. Dus nou hoop ik niet dat deze opname gaat falen. Gaat deze opname falen, dan heb ik een heel erg groot probleem waar ik niet blij om ga worden. Want ik heb namelijk mijn backup save nog niet gesaved. En dat is al die Stellazia zut. Dus ja, ik hou hem heel eventjes op 2. En 1 die hou ik dan allemaal heel eventjes als backup file. Dat werkt nog goed. Dus nee, ik wil niet meer verder zeven. Ga weg. Goed. Even kijken. Sint. Sarkatanas. Die kunnen we maken. Die hebben we al eentje. Maar die gaat van aanval omlaag. Volgens mij hebben we van alles eentje. Behalve van die Angel Earrings. Hier hebben we ze. Race is Holy. En daar hebben we de Fairy Earrings en de Barret voor nodig. Dus, oké. Okay. Goed. Wacht. Hebben we geen Barrets meer? Kun jij die maken? Barrets? Even kijken. Ja, die kun jij maken. Needle Fork en een Barbut. Gewoon eentje houden. Just in case. Altijd zekerheid. Goed. Ik heb zelden op dit moment nog niet eens bij me. Nou ja. We kunnen altijd even kijken. Ja, ik heb Abby geen equipment gegeven. Omdat daar is hoort eigenlijk, ja, even kijken. Zo'n keer is het nog niet eens. Nee. Mooi. Oké. Okay. Was jij die ene lachenbek? Dus. Even kijken. Oh, we hebben nou E. In plaats van F. Dat is alleen maar beter. We hebben nou rank E. Ik heb nooit rank R gehad hoor. Echt serieus. Het is bijna onmogelijk. Want. Het nadeel is. Er zijn zeg maar zoveel manieren om het spel uit te spelen. Namelijk. Je moet speedrunnen. Dan krijg je een speciaal item. Wil je echt alles vinden. Dan heb je een playthrough van echt 100 uur ondertussen. En met alles vinden, dan bedoel ik dus dat je de, bijvoorbeeld Mognet Central, dat je dat helemaal na gaat uitpluizen. Terwijl dat, als ik deze Let's Play zeg maar moet beoordelen over hoeveel procent dat we deze Let's Play eigenlijk dus zeg maar compleet doen. Dan kan ik je vertellen dat wij zeker wel op 95% zitten. Omdat 5% is die Mognet Central, dat is het enige wat ik gemist. Dus even kijken, wij willen heel eventjes praten met deze gast hier.
En dan kunnen we onze partymembers even swappen. En dan kunnen we dus... Nee, Leroy niet. Ik wil Zelda heel eventjes weer terug. En dan kunnen we dus heel eventjes kijken wat hij was Odin aan het leren. Maar dan kunnen we heel eventjes kijken wat doen nou precies die Angel Earrings. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. MP plus 20%. En Race is Holy. Dat zou wel eigenlijk iets zijn voor Shawnee. Omdat die is namelijk heel erg veel in Holy. Maar, MP plus 20% is ook goed, maar eerst Odin leren. Goed. Nou is het dus de bedoeling om eindelijk zonder enig oponthoud naar Shimmering Island te gaan in de volgende aflevering. Dus ik dank jullie voor... Nee, grapje. Ik ga geen cliffhanger geven. Wij gaan naar Shimmering Island. Ondertussen neem ik even een slokje. We zijn rustig hier even aan het vliegen over de zee. Ik zal de kaart even aanzetten. En ik vind eigenlijk... Hier hebben ze bij de mapping hebben ze precies gedaan wat eigenlijk dus zeg maar op een map hoort. Dit hadden we bij Wind Waker ook moeten doen. Ga je helemaal naar links, dat je rechts uitkomt. Goed. Shimmering Island, we zijn er. Enter. Meneer Zeep, ik zie abnormale berekeningen. Het lijkt wel alsof dat het schip erin gezogen wordt. Zeepie, het kan gevaarlijk zijn om door te gaan. Gaan we niet het luchtschip zo breken of zo? Alles wat ik weet is dat dit de ingang is. Dus iedereen niet zeuren. Ik heb gehoord dat van de mensen van SL Gaza het de Spirit Road noemen. Ja, de weg die de zielen naar Terra brengt. Misschien is het een teleportatie... deur of iets. Net zoals in Kutja's hideout. Meneer Zeepie, we worden erin gezogen. Wat moet ik doen? Wat nu, Zeepie? We kunnen misschien niet terug. Oké, dit is dus de keuze. Je kunt nog terug, ook al kom je bij Shimmering Island, kun je dus nou zeggen van let's pull back en kun je nog al die sidequests doen. Zeg je keep moving forward, kom je voorlopig niet meer terug in deze world map. Hou er rekening mee. We gaan naar voren, serieus. Wij lopen wel naar voren op het dek. Wat bedoel je? Als Zelda gelijk heeft, kunnen wij gewoon in de teleporter springen. Van deze hoogte? We zullen in orde zijn. Maak je geen zorgen. Ik bedoel serieus, alles wat we hebben meegemaakt, dit is niks. Ja, dan kun je, daar heeft hij een punt. Wauw. Shiny. I believe I can fly. Okay. Wee! Yay! Alright! Handdoeken. Handdoeken. Nieuwe aanval! Handdoeken! Die zou Towler eigenlijk moeten leren. Mag het, maakt niet uit. Is dit misschien Terra? Wat is dit licht? Zou het misschien... Wow! Hallo? Je had een stem. Maar die stem ben ik alweer vergeten en die deed ontiegelijk veel pijn aan mijn keel. Dus ik ga jou, denk ik, de high stem geven omdat je bent een... Er staat ook oude man. Dus, je bent eindelijk gekomen. Het is tijd dat je eindelijk kwam. Wie ben jij? Vraag je mijn naam? Dan laten we ons eens vragen. Wat is jouw naam? Ik, mijn naam... Wat is jouw naam? Hey, gast, wat is jouw probleem? Ik probeer je mijn naam te vertellen. Dus, jij denkt dat een gegeven naam zin heeft. Jongen, je hebt gezien bij de licht... Je bent veranderd door de licht van de blauwe maan. Wat weet jij daarvan? Ik bedoel serieus. Jij moet wel van Terra zijn. Jij weet niks en dat is alles. Kom en zie het voor jezelf. Zie wat Terra is en wat jij bent. Hey, wacht eens al eventjes. Ik heb nog een paar vragen aan jou. Ja, je komt wel even terug. Oh, hij is al weg. Damn! JP? Yes, ik had het goed! Het is zo vervelend als je een tekst ziet en je weet niet wie het is. Zelda, ben je in orde? Ja, alles is in orde. Stop met dat te vragen, Flori. Nou, kom op. Schiet op. Oké, nou, ik ben tevreden met de party members. Dus welkom in Terra, iedereen.
ziet er nogal blauw uit. Dus, en ja, sorry dat ik dus een verkeerde stem heb gegeven aan Garland in het begin. En dat hij nou dus zeg maar zo gaat doen. Hey! Was dat een zeepie-kloon? Oké, nou, ik wil eerst even naar beneden lopen. Want zoals altijd, als je dus zeg maar routes hebt, kom je overal kistjes tegen. Net zoals hier, komen we kistjes tegen. En kistjes zijn goed. Tenminste, zover ik weet. Oké, we hebben een coronet. Volgens mij hadden we die ook al een paar, maar ja, lekker belangrijk. En ik denk dat ik daar toch heel even bij de abilities sowieso moet gaan kijken. Oké, we hebben hier... Dragon Breast. Is dat niet iets nieuws? We hebben het Thief Gloves aan het doen. Even kijken, Dragon Breast. Oeh. Spirit gaat daarmee omhoog. Shadow Element reduced bij 50%. Ja, dat is niet echt veel. Dat is weinig. Nou ja, het is wel betere stats. Oké, onze eerste random encounter in Terra. Terraria. Terraria. Het past ook nog. En, oh fijn, het is de Ringmaster. Ringleader, ook goed. Ik doe Flare. Jij doet... Eigenlijk wil ik wel Odin laten zien, maar ik heb Odin's sword niet geëquipt. Dus, doe maar... Ifrit, waarom ook niet. Jij valt gewoon aan en jij valt ook gewoon aan. Heel erg makkelijk. Oh, dat deed 5000 schade. Dat is eigenlijk best wel mooi. Flames of Hell. Dus ja, dit is eigenlijk eentje die zoveel spreuken kent dat je dus echt maar wel uit moet gaan kijken voor alle soorten die ze doet. En je ziet dat de Towler nog één slot open heeft voor één eventuele aanval. We gaan gewoon met die op proberen. Jij moet mij wel hebben, hè? Wat is dat met jou? Ik serieus, dan ben ik poisoned, dan ben ik silenced. Wat wil je nog meer? Zeur, ga dood. Ik had er helemaal genoeg van. Daar word ik gewoon niet vrolijk van. Daar word ik chagrijnig van. Goed. Dus ja, ze kunnen allerlei status effecten op je geven. En het zijn echt de mages, zeg maar. De meester mages die je tegen zou kunnen komen. Er is nog een sterke variant, maar die komen we later tegen. Goed, ik ga heel eventjes healen. Trouwens, ondertussen dat ik ga healen. Waar hebben we echo screen? Daar. Dus ondertussen dat ik heel even ga healen, denk ik toch dat ik hierbij jullie alvast ga bedanken voor de aflevering. Ja, dank jullie wel voor deze aflevering. Wat hartstikke gezellig. Dank jullie wel dat jullie deze aflevering hadden gemaakt. Ik sla nergens op. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je nog vragen over de sidequest? Laat ze weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Ik probeer zoveel mogelijk te lezen. Nu zeker. En ja, ik geef gelijk antwoord als ik dus zeg maar de reactie binnen heb gekregen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Morgen weer een nieuwe aflevering. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En morgen gaan we dus verder met onze Final Fantasy hier in Terra. Ria. Dus ja, even kijken. Want ik zit nou heel even te kijken. Want ik wou... Even kijken. Ik wou die voor... ja, je hebt nou half MP aanstaan. Een body temp. Een body temp heb je eigenlijk denk ik niet nodig. Maar Odin Sword. Heb jij wel ability up nog aan? Nee hè? Nou weet je wat, dan noemen we die auto regen doen we uit. En dan noemen we ability up. Want die heb jij nou weer wel nodig. En dan kunnen we dus ook Odin Sword erbij pakken. En dat gaat heel erg leuk worden. Maar dat zien we allemaal wel in de volgende aflevering. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. Ik randel en praat hier maar door terwijl ik de aflevering af moet sluiten. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe aflevering. Dan gaan we meer exploren van Terra. Ria. Tot dan. Doei!